zo enigszins lichtgetinte man met een blauw petje en niet zo groot. En hij kwam binnen en hij riep, ik wil je goud, ik wil je goud. En hij dreigde met een pistool. Oh, met een pistool. Ja, en mijn vrouw heeft dat meegegeven en toen liep hij weer de deur uit. Maar wat heeft hij meegenomen? Ja, sieraden, gouden sieraden, ringen voornamelijk, gouden ringen. Is het vaker voorgekomen dat hier in zo'n dorp een overval plaatsvindt? Nou, dat gebeurt niet zo vaak hier hoor. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is een tijdje geleden bij Daartje, ja, bij de slijterij van de zomer geweest. Ja, dat. Hoe heet dat? Er is dus niet veel buit gemaakt. Nou ja, de waarde, dat weten we nog niet. Maar ja, goud is veel waard op dit moment. Dus je hebt niet echt veel nodig om veel geld te hebben. Ja, en uw vrouw is nu naar het politiebureau? Verklaring, ja, afgelegd in het politiebureau. Is ze erg geschrokken? Ja, ze is wel geschrokken, ja. Dat zijn uiterlijk, dat was heel specifiek, hè? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik heb het allemaal maar een beetje in de fits gehoord, want ik was zelf aan het werk. Dus ik ben naar huis geroepen en ik hoorde dat het een licht getinte man was, meer weet ik. En zijn kleding, hoe zag dat eruit? Hij had gipsschoenen aan, met witte zolen, en dat heb ik gezien, want we hebben een film ervan. En, oh, u heeft een film ervan? Ja. Heeft u die al aan de politie moeten geven? Ja. Spijkerbroek en een donkere jas en een blauw pitje had hij op. Hoe lang heeft die overval geduurd? Hij was binnen 2 minuten weer buiten. Was hij 2 minuten weer buiten? Ja. Dat. Heeft de overvaller nog een spoor achtergelaten? Nou, van iets. Hij heeft niet veel aangeraakt. Er zijn wel vingerafdrukken gemaakt en dat soort dingen. Maar verder. Zou dit ook de vingerafdrukken zijn van die man? Ja, dat zou kunnen. Het is. Dat is door de politie onderzocht in ieder geval. Ja. Dus zouden we binnen nog even een kijkje mogen nemen? Zo. Ja, mag ik? Gaat u voor? Ja, gaat u voor. Nou, het is hier heel gezellig in ieder geval. Ja, dat is eigenlijk. Dat heeft hij opengemaakt. Dat heeft hij opengemaakt. Ja, mijn vrouw zat daar te werken. Dat is nu leeg. Vind je het goed als ik het ja, nou dit is dus, ja, deze zijn leeg gehouden. Wat zullen we nou? Zo. Wat kunt u nog een keer vertellen? Uw vrouw was aan het werk? Ja, hij zat daar was aan het werk en hij kwam binnen en hij pakte een pistool en hij zei van ik wil je goud, zei hij. En hij was hier al een keer geweest vorige week. Hij was vorige keer? Ja, hij was hier wezen vragen voor trouwringen en voor gouden colliers en dat soort dingen. En, hij was hier al een keer wezen kijken. En dan opeens zo binnenkomen lopen en je vrouw is niets vermoedend aan het werk. Ja. Want dat zijn, wat was het nou, ringen waren het? En, ja, ringen en colliertjes. Ringen en colliertjes. En dat soort dingen, ja, precies weet ik het ook niet meer. Maar alleen deze la heeft hij opengemaakt? Ja, en die la boven, 3 laden. Oh ja, hier zitten natuurlijk ook vingerafdrukken, kijk. Ja, dat zijn de politie is wel geweest. Ja.